veel spelletjes, oud-Hollandse spelletjes. Dus dat is heel leuk voor de nieuwkomers. En we hebben een Dapke Night Workshop, dus iedereen kan lekker dansen straks. En we hebben live muziek, we hebben leuke playlistjes en drank en gezelligheid. In de loods van Stichting Hubert vond vrijdagavond het Buddy to Buddy Winterfeest plaats. Buddy to Buddy is een initiatief om nieuwe Nederlanders te helpen inburgeren. Als buddy word je op basis van gemeenschappelijke interesses aan iemand gekoppeld die je mee gaat nemen in jouw leven. Wekelijks ga je samen leuke dingen doen om er zo voor te zorgen dat iemand zich snel thuis voelt in Nijmegen. Op het Buddy to Buddy Winterfeest komen alle duo's, maar ook buddies die nog geen maatje hebben, samen. Wij willen dat vluchtelingen ook de kans hebben om hun netwerk op te bouwen. En ook voor Nederlanders aan de andere kant om betrokken te zijn bij de komst van nieuwe stadsgenoten naar de stad. Iedereen kan meedoen, dus als je je opgeeft, dan kun je aangeven wat jouw interesses zijn, waar je naar op zoek bent en wat je leuk zou vinden om met jouw buddy te doen. En dan nodigen we je uit voor een informatiemoment en gaan we jou één op één koppelen op basis van jouw eigen profiel. Dus je krijgt echt een buddy in dat opzicht? Zeker, ja, individueel, maar ook dus in een community. Dus je gaat ook al die andere koppels ontmoeten tegelijkertijd. Rond de 30 koppels per ronde. Dus je gaat heel veel nieuwe mensen ontmoeten. En met jouw eigen buddy spreek je wekelijks af, als dat lukt. Ik sta hier naast Noor en Hamdala. Noor en Hamdala hebben al een traject gevolgd tot nu toe. En ik ga even vragen hoe dat voor jullie was. Heel gaaf. Echt heel gaaf. Ik denk dat ik er compleet zonder verwachtingen in ging. Dus ik weet niet zo goed wat ik verwachtte, maar wat ik gekregen heb is een vriend voor het leven. Dus dat is echt wel iets magisch. Om het zo maar... En hoe was deze ervaring voor jou? Ja, ik vind Buddy to Buddy heel gezellig. En ik ben heel blij met Noor. Dames en heren, volgens mij gaan we een typische Israëlische dans doen. En ik ga even meedoen. Het Buddy to Buddy project duurt 4 maanden. In de hoop dat de gemaakte contacten daarna nog lang blijven bestaan. Mocht je zelf buddy willen worden, dan kan dat nog. Eind januari start er een nieuwe ronde. Dat vindt plaats bij de Nijmeegse vinylbar Paak.